Een hele goede morgen, Sander Zorgen. Ik ben de dag begonnen met een scheerbeurt en ik heb me geschoren. Ik ga alleszins een lekker badje pakken. Jullie zien het, nu dat het nog kan, ga ik nog eventjes genieten. Ik ben gisteravond nog naar hier gekomen, want er was superveel lawaai van die baan. En ik had ook zo de drankbak van de katten, ik had dat vergeten opbergen, dus... Al het water lag in mijn bus en ik moet dat straks allemaal opkuisen. Mijn bus is super wak. Ik heb het eigenlijk wel gefokt. Ik denk dat ik binnenkort ook naar de kapper ga, zodat ik fris ben om richting Spanje te gaan. En we gaan een lekker badje nemen. Lekker genieten. Een goede start van de dag. Het weer is trouwens ook super kut. Check dit. Het weer sukt. En hier in België gaat dat de komende maanden nog zo blijven. Dus fuck die shit. Ik ben echt wel helemaal zen van lekker in dat badje te chillen. Holy moly, een warm badje met veel schuim, dat kan zoveel deugd doen. Normaal eindig je daar je dag mee, maar ik ben vandaag mijn dag daarmee begonnen. Mijn bus staat hier, want ik wil geen risico nemen. Normaal kom ik altijd binnen en rij ik helemaal rond. Maar dat is natuurlijk veel te gevaarlijk momenteel. Als ik daar vast kom te zitten en ik moet hier ergens in de buurt... een 4x4 zoeken. Dat gaat wel lukken, maar ik heb er geen zin in om die shit nog een keer te doen. Dus mijn bus staat hier. Dat is ook een chille locatie. Hoppakee. En niet verschieten mensen, want het ligt ongelooflijk rommelig. Woehoe! Ik heb veel te veel spul meegenomen, dus dat is goed als ik binnenkort richting Barça vertrek, dat ik weet wat ik wel nodig heb, wat ik niet nodig heb. Check dit. Dit is een oud voorwiel, maar dit voorwiel is in veel betere staat dan het voorwiel dat ik nu heb. Dus we gaan met dit knallen binnenkort sowieso. Ik heb hier ook nog een doos vol onderdelen. Check dit. Allemaal oude BMX onderdelen. Hoppakee. Deze pedaal is waarschijnlijk ook in betere staat dan mijn vorige. Nice. Yes, ziet er super goed uit. Let's go. Joe. Het bakje waar ik over sprak is dit. Ik was dus het deksel er vergeten opzetten en ja, hier ligt het nu overal nat. Dus dat is eigenlijk wel een probleem, maar in Barcelona gaat dat allemaal vanzelf opdrogen. Ik weet nog, deze zomer was mijn bus ook af en toe nat van binnen, maar dat droogde onmiddellijk op omdat het zon was. En door de wakte alleen al wordt het ook nat, dus het heeft eigenlijk niet veel nut. Ik ga denk ik wel... dit kattenluikje eraf nemen en een roostertje erop fixen. Want uiteindelijk kan er zo ook water in. Dus we gaan hier een roostertje op fixen. Ik denk toch dat ik dat ga doen. Of misschien moet ik het gewoon zo laten. Stel je voor zwerfkatjes in Barcelona een soort van hotel fixen in mijn bus. Hoe grappig zou dat niet zijn? Shit, wat moeten we hiermee doen? Een roostertje erop, dan hebben we een ventilatiegat. Ik denk dat dit eigenlijk wel... de beste optie is. Of ja, ik ben het zelf 100% zeker. Ik denk dat ik dat gewoon ga fixen. Ik ga dat in de winkel gaan kopen. Zou ik dat vandaag doen? Ja, ik ga dat vandaag doen. Let's go, we gaan dat nu doen. Joe! Voor de mensen die zich afvragen waar dat ik altijd mijn spullen haal om te klussen, die haal ik hier in de superbazaar. Hier heb je letterlijk alles. En al deze shit heb ik eigenlijk misgekocht, dus dat ga ik nu terugbrengen. Super handig dat je hier altijd alles kan terugbrengen. Deze winkel is huge, mega vet. Ik heb alles teruggebracht en ik heb een waardebon van €33,42. En zo'n dingetje ga ik voor het kattenluik hangen. Dat lijkt echt wel ideaal. Het is ook buigzaam en dat hebben we nodig. Joe. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Even dit in mijn zakken steken, want dat is de overschot van het geld dat ik terug heb gekregen. Wow, yo. Oké, dit wordt lopen. Lopen. Fuck. Kut weer. No way. No fucking way. Holy shit! Oké, mijn lens is terug proper. What the fuck? Check dat weer. Van die 100 meter loop ben ik super net. Ik heb alles in het roostertje gekocht.
Ik heb van die zelftapschroefjes gekocht. Dus we kunnen het monteren. Maar in deze regen... In deze regen ga ik mij daar een keer niet mee bezig houden. Ik ging normaal mijn bus ook helemaal uitkuisen. En alle dingen dat ik niet mee naar Barcelona doe eruit. En al hetgeen dat ik nodig heb voor in Barcelona erin. Maar in dit weer gaat dat niet door. Check dit. Holy moly. Oké, op naar de boerderij. Ik weet nu niet wat ik moet doen. Misschien een Q&A of zo. Maar ja, check dit. Kut weer. Hoi. Yes, nu staat het geluid aan. Oh shit, ik ging bijna een Q&A opnemen zonder geluid. En die shit sukt, geloof me. Oké, ik heb hier allemaal verwarmingen. Jullie zien het, maar voor de Q&A doen we deze toch wel eventjes uit. Of misschien toch niet, want dan hebben we geen verlichting. Dus we gaan gewoon de stopcontacten uitrekken. 1. 2. En 3. Woe! Oké, nu eventjes de camera opnieuw positioneren. Zo. Ik denk dat dat ding zo goed staat. Een beetje verlichting erbij. Ideaal en we kunnen beginnen. Zoals jullie weten, ik vertrek binnen een paar dagen richting Barcelona. Het is trouwens ook de laatste dag. Slecht weer in België. Morgen is het goed weer, overmorgen ook. En binnen 3 dagen ben ik eindelijk weg. Oh shit, de adrenaline komt naar boven als ik weet dat ik volgend weekend in Barcelona ben. Ik heb jullie allemaal vragen op Instagram laten staan. En ik ga deze gewoon beantwoorden. Zo simpel is het. Dat doen we op slechte dagen. En ik doe dat ook vooral om jullie een update te geven. Want ik krijg heel veel vragen in de comments. En af en toe doe ik een Q&A. En ik voel dat gewoon wanneer dat de tijd is. En momenteel is het tijd. Ik ben eventjes afwezig geweest. Ik heb jullie eigenlijk van alles uit te leggen. De eerste vraag, geloof het of niet, ben je maagd? Dit is de eerste vraag die mij gesteld wordt. En dat komt elke Q&A terug. Dus dat gaat waarschijnlijk voor altijd blijven terugkomen. En zoals jullie weten, ik ben nog altijd maagd. Want ik heb nog nooit een vriendinnetje gehad op de vlogs. En ik ben nog steeds maagd. Dus als er mooie meisjes zijn die zin hebben om richting Barcelona te verhuizen, hit me up. Sowieso. Wat zou je doen zonder de bunnybus? Geen idee. Ik zou gewoon freestylen in het leven. Gelijk dat ik altijd doe. Leven van dag op dag. Wij willen echt die dikke knallers. Ratata. Oké, de dikke knallers komen eraan. Ratata. Binnenkort dikke vlogs in Barcelona, sowieso. Waar ziet je u over 30 jaar? Over 30 jaar? Holy moly. Ik denk in Costa Rica, lekker van het leven aan het genieten. Met een houten huisje. Elke dag zon, een mooi vrouwtje. Alles erop en eraan. Ik zou het niet weten. Alleszins niet. Familie aan het kijken in België na een werkdag of zo. No fucking way. Daar ga je mij niet zien. Oké, ga je ooit een andere busje kopen? Ik denk het wel. Ooit iets groter. Sowieso. Ik ga de bunnybus waarschijnlijk nooit verkopen. Ik ga die dan misschien zelf zo weggeven. Maar dan zo met zo'n bepaald systeem dat iedereen zo kan meedoen. Iedereen betaalt 10 euro en dan geef ik hem gewoon weg aan iemand. En dan hebben er bijvoorbeeld 100 mensen meer dan. Heb ik toch nog 1000 euro. En heeft iemand die bus voor 10 euro. Dat is een supercool systeem. Raffle heet dat. Ik weet niet of dat legaal is in België, maar ik zou dat een keer moeten bekijken. Doe wintertour. Ik ga een wintertour doen, maar dat gaat wel richting Barcelona zijn. Ik ben nu eventjes aan het uitstippelen. Oftewel doe ik 1 stop, 2 stops of 3 stops. Ik moet het nog een keer bekijken. Want Frankrijk, het is niet altijd even nice om daar te overnachten. En zeker niet op spots dat je niet kent. Het kan nog gevaarlijk zijn ook. Naar waar ga je? Ik denk dat iedereen ondertussen al weet, richting Barcelona. Ik ga eigenlijk niet naar Barcelona. Want het is eigenlijk een ander stadje, dus jullie gaan het zien binnenkort. Ga je naar Spanje voor de winter? Yes. Hoe oud zijn boevalijpen? Die zijn eigenlijk op dezelfde dag als mij geboren. En die zijn nu 3 jaar oud. Ik ben 17 mei geboren. En toen ik boevalijpen haalde bij de baas, die guy zei, ze zijn ofwel 17 ofwel 18 mei geboren. Hij wist het niet meer precies. En op dat moment had ik zoiets van, holy shit, ik verjaar 17 mei. Boevalijpen verjaarde ook 17 mei. En ik ben ook 100% zeker dat het 17 mei was. Ik ben het zo zeker. Wanneer BMX of skaten, als ik mijn nieuwe BMX heb, of als ik mijn BMX heb gemaakt.
Hoeveel is je bus nu waard? Ik denk niet zoveel, eerlijk gezegd. Ik denk 1000 of 2000 euro. Misschien zelfs meer, ik weet het niet. Maar ik denk zoiets, 2000 euro. AUB, kom nog eens naar Antwerpen. Ken je me nog? Face Ariane, nee, ik ken u niet meer. En ik ga waarschijnlijk in 2020 misschien pas richting Antwerpen komen. Ik ga binnenkort wel naar Mechelen, maar daarna vertrek ik rechtstreeks richting het zuiden. Al een bad gegaan. Oké, deze guy kan niet goed Nederlands, zie begunst. Al een bad gegaan. Al in bad gegaan, ik weet niet, ik ben deze morgen nog in bad gegaan. Dus als dat een dis is naar dat ik me niet was of zo, ik was me meestal 2 keer per dag zelf, soms 3 keer zelf, als ik veel ga sporten. Dat verstaan veel mensen niet. Veel mensen die denken dat ik een of andere vuiler ik ben, maar ik ben juist het omgekeerde. Ik doe altijd verse kleren aan. Ik ben iemand dat me graag fris voelt. Ik kom overal fris toe. Ik heb gewoon een nonchalante levensstijl, maar als je nu doucht in een 5-sterren hotel of in de Basic Fit, je bent gewoon gedoucht. That's it. Je bent gewoon gedoucht. En ja, als je natuurlijk ergens inspringt in het water of zo, in mijn ogen ben je dan super fris. Veel mensen zeggen, je bent niet gedoucht. Maar geloof me, je bent wel gedoucht. Geloof me, je bent wel gedoucht. Heb je vuurwerk? Ga je een vuurwerkvideo maken? Dat weet ik nog niet, want ik ga in Barcelona zijn. Als er daar vuurwerk is, als dat daar legaal is, ik weet het niet. Maar als er vuurwerk beschikbaar is, zou ik wel graag wat vuurwerk afsteken. Heb je ooit gevochten? Ja, ik heb ooit gevochten. Ik denk 2 keer dat ik echt heb gevochten. 1 keer heel lang geleden met Sander van Tommen. Raar maar waar, wij hebben ooit nog gevochten. Wij waren vroeger geen beste vrienden en wij hebben ooit nog gevochten. Maar na regen komt zonneschijn, dus nu zijn we uiteindelijk beste vrienden geworden. En ik heb ooit ook nog een keer gevochten met een dude waar ik ook eigenlijk hele goede vriend mee ben geworden. Dat was uiteindelijk Nathan. En jullie hebben hem ooit een keer gezien op een vlog. Het is een soort van hippie. Die guy heeft zo van die vuurstokken en die doet allemaal van die stunts. Maar die had ooit aan de ass gekomen van mijn ex. En ik als stoere 16-jarige heb tegen hem gevochten. Ik heb toen ook nog zijn fiets in het meer gesmeten. In het Zegermeer, de lak van Knokke. En ik heb dan ook gewoon gezegd dat hij moest vertrekken. En die guy was helemaal in paniek. Vertrokken. Ik was woest. Maar jij had ook aan mijn vriendin gezeten en ze wou het niet. Dus ik denk dat ik wel in mijn recht had. Nu zou ik dat niet meer doen. Nu zou ik dat gewoon op een normale manier oplossen. Of nu zou het gewoon ook niet meer gebeuren. Doe je soms Jonko? Ja, doe ik soms Jonko. Ik denk dat iedereen dat wel weet, sowieso. De meeste BMX'ers doen dat wel af en toe. Dat is ook een deel van de cultuur. Ja, veel mensen vinden dat een taboe, maar ik denk dat die taboe moet doorbroken worden. In mijn ogen, alcohol, als ik alcohol drink, ik ben een week kapot. Ik heb een kater van hier tot in China. En als je gewoon paft, heb je niet zo'n kater. Dat heeft nog nooit iemand vermoord. Weet ik veel wat, het heeft gewoon zoveel minder nadelen. En het is ook gewoon een keer leuk om met vrienden te doen. Als je het elke dag doet, dan ga je wel fucked up. Maar als je elke dag alcohol drinkt, ga je nog meer fucked up. Sowieso, dat is gewoon realiteit. Yo Benny, ken je Lokeren? Zo ja, hier is het, een super dik skatepark. Ik ben er al geweest. Als jullie de vlogs volgen, dan weten jullie dat ik daar wel al een keer ben geweest. Hoppa, doe je soms Jonko? Die vraag blijft terugkomen. Ga je nog op skireis? Ik weet niet als ik nog op skireis ga. Ik heb voor persoonlijke reden misschien wel de neiging om niet meer te gaan. Maar daar leg ik jullie wel een keer later uit. Kan je een koprol? Ja, ik kan een koprol. En nee, ik ga je niet gelijk elke fucking YouTuber nu zo random een koprol doen. Waarom geen film studeert? Omdat ik niet mocht van mijn ouders. Ik wou vroeger film studeren en die waren me zo helemaal angstig aan het maken over later je gaat geen werk vinden en dit en dat. En je moet elektromechanica doen, veel beter en bla bla bla. En uiteindelijk op het einde van de rit maak je je eigen keuzes niet meer en doe je een richting dat je niet graag doet. Ik deed dat echt niet graag. Ik heb wel mijn diploma gehaald, maar ja, wat ben ik daar nu mee? Niks. Het enige wat ik daar gewoon mee ben is dat ik een diploma heb. That's it. Ik was wel vroeger lifttechnieker en daarvoor had ik dat wel een beetje nodig. Ga je naar de Knolpower pop-up store? Nee, sowieso niet. Sorry. Ja, dat zijn de vragen voor vandaag. Of ja, alle interessante vragen die ik hier nu heb ingezien. Kom naar Ronsen. Ik wil eigenlijk ook wel een keer naar Ronsen, want ik heb er ook een paar homies. En ik weet dat het een vet skatepark is, dus sowieso moeten we daar ooit naartoe. Kijk, kijken als er nu nog een paar vragen zijn bijgekomen, want die vragen staan echt nog niet zo lang online. Wanneer ga je uw haar knippen?
Ik zou het eigenlijk niet weten wanneer. Ik denk binnenkort, maar misschien ook niet. Ik beslis echt van dag op dag. Als ik naar de kapper ga, dat is meestal zo'n momentopname. Als ik opsta, kijk in de spiegel en ik ben het echt beu, dan ga ik naar de kapper. Maar ik kan het echt lang uitstellen, sowieso. Hoe oud was je toen je je eerste vriendinnetje had? Goh. Ik zat in het eerste middelbaar, denk ik. Oké, je hebt zowel een paar vriendinnetjes gehad in de lagere school, maar in het eerste middelbaar had ik echt een vriendin. En dat was eentje van de tweede middelbaar, want dat was toen super stoer als je een vriendin had van het tweede. Wil je een SO doen naar mijn beste vriend? Ja, maar schrijf er dan in het vervolg ook de naam bij. Laat je kat een pindakaas eten? Nee, dat gaan we niet doen. Dan wordt lijpen nog veel dikker. Hoe gaat het met de katjes? Momenteel supergoed. Ze zitten in knokken en ik ga ze missen. Sowieso. Ik ga ze echt missen. Het is net alsof je afscheid neemt van een... Ja, van een familielid of zo. Het is echt eng om ze zo achter te laten. Maar aan de ene kant... Het is en blijft een kat. Een kat is op zichzelf. En mensen die hebben ook van alle illusies dat dat beest je enorm herziet en bla bla bla. Oké, mijn katjes die houden van me sowieso. Maar het is en blijft wel een... Ja, het is en blijft wel een kat. En ik mag me ook niet te veel dingen wijsmaken. Ik mag er ook niet te geobsedeerd mee worden. Want anders gaat dat mijn leven overnemen. Dus nu eventjes de katjes niet zien... Dat gaat goed zijn. Dat gaat goed zijn. Dan gaat het dubbel zo leuk zijn om ze terug te zien. En ik weet, ze zijn in super goede handen. Ze hebben het daar echt super goed. Ze zijn bij hun homie Grumpy. Pupken is er ook. En die vier te samen, dat is gewoon... Dat zijn, ik ging zeggen, 4 handen op 1 buik. 8 handen op 1 buik. Ik zou het niet meer weten. Maar jullie weten wat ik bedoel. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Het is gedaan voor vandaag. Ik ga nu niet nog een paar stunts doen. En content uit mijn duim zeggen. Ik ga gewoon lekker chillen, een beetje editen en alles voor Barcelona nog een beetje voorbereiden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de super lieve comments. Ik heb ook gezien dat jullie in de comments gedropt hebben. De oude bunny is terug en inderdaad mensen, ik voel me terug heel goed en ik ben stoked. Bedankt voor het kijken, like de video, deel de video met al je vrienden en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.